Dit is het verhaal van de kleine koning Izar. Het kind dat op een nacht een wonderlijke ster zag en op reis ging. Op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. De stad is Capernaum. Ja? Ben je hier nog nooit geweest? Nee, ik kom uit een heel ander land. En van dat land ben jij koning, hè? Och, Magolia is maar klein. Jezus is koning van de hele wereld. Daarom is Jezus ook een groot man. Die wonderen kan doen, zoals bij mij. Hé, wacht eens. Het is er, is hij? Zie je dat, Asinus? Is dat Gilead niet? En Akbar? Ken jij die mannen, Isaac? Ja. Het lijken wel rovers. Akbar is een echte boef. Maar Gilead... Ben jij bevriend met boeven? Hallo, Isa. Wat ben je aan het doen, Gilead? Mijn geld is op. En ze hadden zo'n boosdoener moet af en toe eten. Wou je die Romein beroven? Hij heeft een buidel geld bij zich die hij haast niet tillen kan. Waarom doe je dat toch, Gilead? Hij is een Romein. Hij hoort hier niet. Hij is onze vijand. Dat geld is niet van hem. Hij heeft het gestolen van ons volk en nou steel ik het terug. Uitzuigers zijn het, die Romeinen. Ze moesten stuk voor stuk worden afgemaakt. Dat mag je niet zeggen. Ah! Akbar, het is hem gelukt. We moeten maken dat we wegkomen voor ze die dode Romein vinden. Isar. Oh, Isar. We moeten kijken of die Romein nog leeft. Hij is dood. Commandant, alweer een van onze mannen vermoord. Vermoord en beroofd. En de dader? Ontkomen, commandant. Zoals gewoonlijk. Dat wil zeggen, de moordenaar is ontsnapt, maar de man die erachter zit... U bedoelt, commandant? Dat weet je best. Je moet wel stokdoof zijn om de geruchten niet te horen. Zegt de naam Jezus van Nazareth jou iets? Jawel, commandant. Een onrustzaaier, die Jezus. Een opstoker. Hij maakt zijn handen niet vuil, nog niet tenminste. Maar hij zet het volk aan tot opstand. Als we die man nog langer zijn gang laten gaan, wordt het een heksenketel. Daar moet een eind aan komen. Jawel, commandant. Die Jezus van Nazareth moet gegrepen worden. Hoe eerder, hoe beter. Isar, kom mee. Maar doe nou, het is gevaarlijk hier. Ik woon vlakbij. Kom. Dat is een heel verhaal, kinderen. Oh ja, Iris. Ik wist niet dat er mensen waren die Jezus haten. Ik geloof dat hij meer vijanden heeft dan vrienden, kleine Isar. Want Jezus probeert geen vrienden te maken. Je houdt van hem of niet. Dat maakt de mensen in de war. Ze worden bang en keren zich tegen hem. En de Romeinen zijn bang omdat hij zijn mond niet houdt en precies zegt waar het op staat. En nu loopt hij gevaar. En als hij gewaarschuwd zou worden, zou hij dan niet voorzichtiger zijn? Hij is aan gevaar gewend. Hij is er door omringd. Een van zijn naaste vrienden is een verrader. Wie dan, vader? Een van zijn leerlingen. Judas. Ik heb gehoord dat Judas geprobeerd heeft Jezus aan zijn vijanden te verraden. Maar het is hem niet gelukt. Nog niet. En weet Jezus dat? Als je Jezus gezien hebt, Isar, dan begrijp je dat Jezus alles weet. Toch moet ik het proberen. Zodra het licht is, ga ik hem weer zoeken. Hij moet gewaarschuwd worden. Als jij gelooft dat je dat moet doen, dan zal ik je niet tegenhouden, jongen. Hoe ga je dat doen, Isar?
Hij is de laatste dagen niet gezien in Capernaum. Ik raak ook telkens het spoor kwijt. Nou, dan moet ik maar terug. Terug naar Thomas, de visser aan het meer van Galilea. Morgenochtend. Alsof het nooit ochtend wordt. En van slapen komt niets terecht. Het lijkt wel of ik de enige ben in heel Capernaum die wakker is. Zelfs Asinus slaapt in de stal. De Romeinen slapen. Of niet? En Jezus? Oh, ik wou maar dat de haan kraaide. Koning! Is Jezus hier? Nee. Ik moet hem vinden, Thomas. Het is dringend. Oh ja? Ik heb van alles gehoord. De Romeinen zitten achter hem aan. En een van zijn vrienden is van plan hem te verraden. Ik moet hem waarschuwen. Nou, dan zou je naar Jeruzalem moeten. Naar Jeruzalem? Ja, ik heb gehoord dat Jezus daar het paasfeest wil vieren. Maar dat is ontzettend ver weg. Ja, je hebt alle tijd. Het is nog lang geen Pasen. Maar wie weet wat er onderweg. Dan moeten we meteen gaan. Dank je wel, Thomas. Geen dank. Hé, hey, Isa. Misschien, als ik hier klaar ben, misschien kom ik dan ook wel naar Jeruzalem.